je een aubergine. Je begint met de aubergines in plakken snijden. Daarna bestrooi je ze wat met zout. Ik heb het al gedaan. Het duurt een half uurtje en dan gaan ze wat zweten. En waarom het gaat zweten is het vocht gaat eruit en het haalt de bittere smaak wat weg. Je pakt de aubergine en je laat even het water er wat aflekken. Je snijdt hem lichtjes in, niet helemaal door. En daarna besmeer je ze wat met olijfolie. En dan kun je ze gaan grillen. Nu gaan we ze grillen. Je legt één aubergine neer. En die ga je even om en om 2 tot 3 minuutjes grillen.